Ik ga voordoen hoe ik een jong diertje voer. En in dit geval is het een jong hermelijntje, maar het kan ook een ander diertje zijn. En wat je ervoor nodig hebt is een spuitje met melk. Deze melk heb ik van tevoren al klaargemaakt en in verschillende porties in spuitjes gedaan. Met zo'n afsluitdopje kan je een spuitje goed dichtmaken en dan kan je alle porties goed bewaren in de koelkast. Dus nu is het tijd om te gaan voeden, dus ik pak mijn spuitje met melk en die doe ik in een bak met warm water. En omdat het water nu afkoelt, maakt het vanzelf de melk warm. Daarbij heb ik een thermometertje en die meet de temperatuur van het water. Nu is alles nog zwart, maar straks zal je zien dat de kleuren komen bij de temperaturen en dan kan je precies zien hoe warm het water is. Nu is de temperatuur goed. 38 is groen, bij 37 begint hij een beetje blauw te worden, 38 is bruin. Dus de temperatuur is ongeveer 38 graden. En nu gaan we het spuitje eruit halen en dan gaan we verder. En tegen de tijd dat we echt gaan voeren is het weer verder afgekoeld naar 37 graden en dan is het perfect. Nou, het dopje haal je eraf, het spintje zet je erop. En dan is het heel belangrijk om het speentje helemaal te vullen met melk. Er gaat ongeveer 2 ml melk in dat speentje. Lieve. Wat ik meestal doe is dat ik ze helemaal inwikkel in een doekje. Dan blijven ze lekker warm. En dan kunnen ze ook niet te veel spartelen en tegenstribbelen. Zo. Het handige van zo'n doekje is ook dat je gelijk een puntje over hebt om eventueel even melk weg te vegen. Nou, wat ik nou meestal doe, en zeker bij zo'n kleintje, is dan pak ik hem zo vast alsof je een pen vast hebt. En daarmee kan je heel kleine beetjes in het bekkie druppelen. Dus ik zoek even voorzichtig het hoekje van het bekkie op. En dan druppel ik langzaam wat melk erin. Nou, als dan het speentje bijna helemaal leeg is, je kan een beetje de melk nog erin zien, dan druk je gewoon nog iets meer melk erin, totdat hij weer vol zit. Hoep. Dan kan je weer verder. En op deze manier kan je echt heel voorzichtig, druppeltje voor druppeltje, je beestje voeren. Het werkt ook heel goed zo bij konijntjes of ratjes of wat voor dieren dan ook. Zeker als ze nog een beetje moeilijk drinken in het begin is dit echt de perfecte methode. Als hij nou iets beter gaat drinken, als hij dadelijk wat ouder is of over een paar dagen als hij iets wat beter snapt, dan hou ik hem altijd zo vast. En op deze manier kan je dan heel voorzichtig drukken en dan komt er ook heel langzaam een druppeltje melk uit de spuit. Dus dat is dan de methode voor als je deze fase voorbij bent. Maar zo in het begin. In het begin is deze manier, zo zeg maar de pengreep, is echt heel erg fijn. Nou, je ziet dat hij nou echt niet meer wil. Dus ik denk dat we nu wel klaar zijn. Gaat weer lekker terug in zijn holletje. En over een paar uurtjes krijgt hij weer een nieuw beetje melk. Zo. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je er veel aan hebt gehad.